Ik ga de rest eraf halen. Here we go. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve Tratties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben René en dit is Jessie Silver. Wat heb je voor moois aan poepie? Wat gaan we maken? Ja. Inderdaad, want we zitten al 2 weken in quarantaine. Want deze snottebel is heel erg lang verkouden geweest. En daardoor konden we ook niet naar de opvang, maar ook niet naar de opa. En ook niet naar de oma's, hè? Nee. En die missen we heel erg. En de een die woont in Den Haag, oma Elsje. Hè? En de andere die woont zelfs in Brabant. Dus we gaan even wat moois voor ze maken. Vind je niet? Ja. Kijk, dus we hebben wat verf gepakt. Jessie is mooi aangekleed. En dan heb ik alvast deze foto uitgeprint voor oma Anja. En dan pak ik er nog even eentje bij. Oh, die is niet helemaal goed gelukt. Die is een beetje klein geworden. Met oma Elsje. Nou, dan gaan we nog even een andere voor pakken. Laten we in ieder geval als eerste even eentje maken. Hè? Nou, daar gaan we dan, poepie. Spannend, hè? Zien er ook niet uit. Maar dan mag de pret niet drukken. Jongens, dit is. Dit is echt. Ik was er wel even aan toe eigenlijk. Ik denk ook gelijk aan het verbanden met een beetje, maar. Nee, dat is een keertje kijken. Nou, überhaupt zo met Jessie. Nee, volgens mij wel. Nee, maar het was hier 3 maanden. Maar dan wel. Nu zegt hij: mama, waar blijft de kip? Dat denkt hij wel. Hij denkt ook, waar is mijn spruitje? Oh, ik heb dus die airfryer. Oh jee. Dana. Ja. Dana, hij zei Dana. Dan wil jij nog een spruitje? Nou, later gaat zeggen, ik plus geen spruitjes. Dan gaan we even deze video laten zien. Echt hoor. Goedemorgen allemaal. Ik hoop dat jullie allemaal een beetje safe zijn. Iedereen nog een beetje gezond. En dat je het allemaal nog uithoudt met elkaar thuis in de quarantaine situatie. Dat komt allemaal heel soepel uit. Zoals de meesten van jullie wel weten, ga ik met enige regelmaat met mevrouw Touw wandelen. Maar ja, omdat nu dus natuurlijk alles is gesloten, heb ik die al een paar weken niet gezien. En mevrouw Touw die wil graag heel zelfstandig zijn. En die belt ook eigenlijk nooit. Ja, vraag ik me eigenlijk af hoe het met haar gaat en of ze het een beetje volhoudt. Dus ik dacht van misschien een leuk momentje om eens eventjes te bellen en te peilen hoe het met mevrouw Touw gaat. Ik hoor trouwens net dat Jamie Oliver in het centrum van Den Haag gesneuveld is. Son of a biscuit eater! Ik heb daar ooit een heel leuk dingetje geregeld voor René voor Valentijn. Dus dat is wel... Ja, dat is wel heel sneu natuurlijk. Maar ja, dat ga je nu wel krijgen. Ik hoop dat het nog een beetje mee gaat vallen, maar er gaan er een hoop sneuvelen, ben ik bang. Meneer is een dood, is anders een brood, zeggen ze. Ja, ik ben, ja. Dus, ik ga even bellen. Met mevrouw Touw. Dag mevrouw Touw, spreek met Sergio. Met? Met Sergio, hoi. Hoi.
is het bij jullie? Ja, met ons wel goed hoor. Ja. We slaan ons er wel doorheen. Nou, ik heb weer in het ziekenhuis gelegen. Oh jee, ik was er al een beetje bang voor. Ja. Ja, ik had al even niks van u gehoord, dus ik vroeg me af hoe het met u ging. Nou, hetzelfde, het is niks. Ja, ik wacht hem al, want ik krijg er wel een punthoofd van. Ja, dat snap ik. Een longontsteking. Een longontsteking weer. Ja, ja. Oh ja, het was weer een longontsteking. Maar toch mijn eindje uitzitten, hè? Ja. Dat gek maar. Nou ja, het zou fijn zijn als je dan nog in ieder geval een beetje naar buiten kunt. Maar ik mag niet meer naar binnen. Ik kan niks voor u doen. Nee, ik weet het. Nee, dat vond ik niet zo leuk. Hoe is het met die kleine? Ja, heel goed. Fijn, vrolijk kereltje. Ja, zeker. Nou, laten we in ieder geval af en toe eventjes bellen of zo. Dat u even lekker praatje kunt maken. Want ik heb er nog aan zitten denken. Dat ik had jullie nog steeds niet terug. Nou, ik ben maar... Het is nog maar pas dat ik thuis ben, hoor. Ja, nee, maar dat geeft ook helemaal niks. Daarom bel ik toch. Maar ja, ik vind het wel leuk. Even een babbeltje. Ja, toch? Ja. Doet u rustig aan. En top hoor. We spreken elkaar snel. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Hoi, doei, doeg. Ja, doe ik. Knuffel. Het ja. Is altijd hetzelfde. Ik ga het doen. Oké. Yes, doei, doeg. Het is altijd slecht. Het gaat altijd slechter. En ze is ook wel heel ziek. Maar ik moet zeggen dat ze het naar omstandigheden nog best goed doet eigenlijk. Ja, ze heeft regelmatig longontsteking. Dan moet ze weer naar het ziekenhuis en dan komt ze weer terug. Thuis is je toch het meest vertrouwd. Dus ik snap het heel goed. Maar ja, ik kan er niet naartoe. Het is heerlijk weer om te wandelen. Maar ja, dat gaat hem dus niet worden nu natuurlijk. Dus, fijn om ze even gesproken te hebben. Ik ga lekker douchen en werken. Dat is beter. Het is donderdag. Jessie ligt lekker te slapen. Ik heb een lekker stampotje met stoofvlees op het vuur staan. Ik wil jullie heel eventjes iets laten zien. Want de hele coronacrisis begint me zo langzamerhand een beetje... verdrietig te maken. Het is gewoon, mensen zijn niet zo vriendelijk en meegaand als dat het kabinet doet voorkomen op tv en dat we allemaal begripvol zijn en zo. Want we hebben nieuwe bewoners en die schrijven dat ze aan het overhuizen zijn en zo, bladibla. En dat ze dus moeten boren. En dan krijgen ze dus dit. Kan niet. Ik weet niet wat dit moet voorstellen, maar doe dat lekker thuis. Nou, dit heb ik dus opgeschreven. En hier staat ook weer tot 28 april niet boren. Deze mensen zijn er niet eens over en ze krijgen al een heel fijn gevoel in dit appartementencomplex. Kan niet de bedoeling zijn, denk ik. Tuurlijk, je woont in een appartementencomplex, je houdt rekening met elkaar. Maar de andere kant van de medaille is dat je dus ook wel eens last hebt van elkaar, toch? Ja, tenminste, dat vind ik. Je gaat niet... Na 9 uur, geloof ik, staat in het reglement, ga je boren. Nee, dat snappen zelf ook. Maar je kan toch niet verwachten van mensen die hier gewoon nieuw komen wonen, dat ze tot en met het einde van de maatregelen niet mogen boren. Ze zijn net in de nieuwe woning. Ze moeten plankjes ophangen, ze moeten de badkamer doen, ze moeten weet ik veel wat allemaal doen. Ik zeg, boor lekker. Ik heb opgeschreven, welkom allereerst. Want ja, om maar gelijk... Even rustig. We beginnen gewoon van te zweten. Tussen 12 en 2. Dat is mijn voorstel. Ik zeg tussen 12 en 2. Pak lekker dat boormachientje. Knal een paar gaatjes in de muur. Hang die plankjes op. Tussen 12 en 2. Dan weet iedereen ook. Van mij mag je boren van 8 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds. Nou, laten we gewoon tot 9 uur zeggen. Boor tot 9 uur. Geen probleem. En daarna ga je lekker slapen. Of kijk een filmpje. Maak wat popcorn. Weet ik het. Maar hè, niet iedereen is het daarmee eens. Dus denk ik, doe het lekker tussen 12 en 2. Elke dag, maakt niet uit. Nou, misschien het weekend niet. Maar dat moet toch gewoon kunnen. Maar goed, wie ben ik? Mensen moeten gewoon eventjes, even een beetje chill doen. Weet je, chill. Gewoon chill. Doe gewoon even chill pilletje nemen en... Woesa. Woesa. Oh. Ah. Liefdetje.
Waar is Jessie nou? Hallo Jessie. Hey! Was je kat? Waar? Jessie. Hey Jessie. Hallo. Waar is Jessie nou? Cookie Boo. Waar is Jessie? Wat doe je? Wat is er met je haar gebeurd trouwens? Ik had je haar gewoon hartstikke leuk gedaan vandaag, hoor. Niks om te zien. Zijn haar wordt wat lang aan de achterkant. Ja, zo. Nou. Au, au. Au, au. Maar dit is gewoon echt zo van, ja, moet je er nou mee? Dit. En dan, en dit is dan echt super lang. Ja, ik denk, als we, nou gewoon, dit zo scheren. Ja. Zo. En dan dit matje houden. Ja. Maar wordt hij dan niet zo'n aanzetje? Nee, dan wordt hij gewoon een stoel dinkie. Dus dan is... dit lang en dan dit zo kort. Alleen de zijkant een beetje scheren. Maar ja, er is voorlopig toch geen kapper. Dus, Nee, daarom dacht ik dat we het zelf gingen doen. Nee. Wat? We gaan niet zijn eerste haircut zelf doen. Dat is toch alleen maar specialer? Nee, ik wil dat hij er gelijk leuk uitziet. En als hij er niet leuk uitziet, nee. Dus we gaan het zelf doen. Nou ja, van de week was het natuurlijk heel erg leuk. Alleen, dit ziet er natuurlijk niet meer uit, joh. Het is echt hartstikke dun. En, nou, haar valt eruit als ik er doorheen ga. Dus dit kan natuurlijk niet meer. Dus ik ga de rest eraf halen. En voor zolang dat de coronacrisis het niet toelaat dat ik fatsoenlijk geknipt word, zal ik het helaas maar zo moeten doen. René die weet van niks, dus ik hoop dat, dat ze me zo meteen nog, nog naast haar in bed laat slapen eigenlijk. Here we go. Oh my god, ik lijk wel kaal. Oh my god. Oh my god. Ik lijk echt kaal. Oh, maar dat was niet de bedoeling. Dit is echt niet goed. Oh jongens, moet je kijken. Oeh, dit is wel heftig hoor jongens. Ik ga me even afzetten, dit wordt me echt te veel. Nee, maar echt. Voor iemand die gewoon heel lang, echt lang haar heeft gehad. Tot over mijn schouders en echt een volle bos naar wat ik nu heb is echt huge. Het is echt een big deal voor mij. Schatje! Kun je even iets pakken voor me alsjeblieft? Nee, die handdoek was een grapje. Ik moest ze even lokken. Moet je weglopen?
goed, schat. Ja, anders ik wel. Je had het toch al vaak gedaan? Ja, weet je hoe lang dat geleden is? Oké, wij gaan even een momentje nemen om dit te verwerken. Zo, nou verloopt de film maar gewoon zo. Halve paasei. Om het Quadimero met zijn paasei. Niet klaar voor jongens. Minimaal 20 jaar wachten voordat ik dit kapsel vrijwillig en geaccepteerd ga dragen. Voor nu is het even niet anders. We doen het er voorlopig maar mee. Zolang coronakappers nog thuis zitten. Spijt me als ik niet heel vrolijk ben, maar ik ga het hierbij laten. Dankjewel voor het kijken. Vond je dit nou een leuke vlog? Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en belletje aan te zetten, zodat je weer elke kale kop van me meekrijgt.